Burgemeester, u hebt vast de persconferentie van onze minister-president Mark Rutte gezien vorige week. Wat vond u ervan? Ik vond hem helder, zakelijk, duidelijk en op onderdelen, maar dat delen veel mensen denk ik met mij, een beetje teleurstellend dat we toch nog niet verder kunnen in het versoepelen van regels. Maar ik begrijp wel waarom dat zo is. Er was kritiek op het niet versoepelen van de bezoekregelingen voor verzorgingshuizen. En lijkt dat wat voorzichtig wat ruimte te komen. Wat betekent dat voor Hattem? Ja, nee, ik begrijp de kritiek omdat heel veel mensen natuurlijk graag op bezoek willen naar dierbaren die in verzorgingshuizen verzorgd, verpleegd worden. Maar kennelijk is de situatie toch nog niet zodanig dat dat al geboden kon worden tijdens de persconferentie vorige week. Aan de andere kant zie ik wel dat in ieder geval in Hattem de verzorgingshuizen tot nu toe nog coronavrij zijn. Dus dat biedt wel perspectief dat er toch op korte termijn wat meer mogelijkheden kunnen gaan. Hoe gaat het in Hattem qua besmetting en slachtoffers, met name ook vergeleken met omliggende gemeenten? Nou ja, eigenlijk gaat het relatief goed, zou je kunnen zeggen. Elk slachtoffer is er eentje te veel. Maar in Hattem hebben we eigenlijk nog vrij weinig dodelijke slachtoffers hoeven te betreuren. Ze zijn er wel, dus laten we ons vooral realiseren dat we niet ontsnappen aan deze ramp. Maar het aantal lijkt mee te vallen hier. U bent er wat positief in. Hoe verklaart u die positieve cijfers? Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Daar heb ik ook al over nagedacht. En we zeggen ook steeds, het is niet een wedstrijd, hè, waar het beste of slechtst gaat. Maar misschien helpt toch wel dat wij ons hier in Hattem redelijk goed aan de regels houden. Misschien is de sociale controle in zo'n relatief kleine, hechte gemeenschap goed. Ik denk wat ook wel helpt is dat, nou ja, bijvoorbeeld initiatieven vanuit ondernemers om boodschappen thuis te bezorgen helpt. Ik zie dat onze detailhandel, de supermarkten, dat die de zaken goed voor elkaar hebben, waardoor mensen daar relatief veilig kunnen winkelen en boodschappen kunnen doen. En ik denk dat dat soort maatregelen wel helpt om elkaar zo veilig mogelijk te kunnen blijven. De horeca en de recreatiesector hadden een versoepeling van de regels verwacht. Wat vindt u ervan dat dit nog niet is gebeurd? Ja, dat is jammer, maar ik begrijp het wel. We zijn ons natuurlijk nog een beetje aan het verheugen, omdat het eindelijk wat minder slecht gaat. Maar het virus is nog niet geweken, er vallen nog steeds slachtoffers. En ja, zeker de horeca en aanverwante activiteiten zijn daar natuurlijk gevaarlocaties bij. Dus we moeten denk ik eerst wat meer zicht hebben op hoe kunnen we dat veilig inrichten. En dan hoop ik echt dat ook in Hattem zo snel mogelijk de terrassen open kunnen gaan. Maar we zullen echt de landelijke regels daarover moeten afwachten. De burgemeesters van grote plaatsen die mopperen nog wel eens dat er erg veel mensen op straat zijn. Valt hier in Hattem nog maar mee dus? Ja, dat idee heb ik wel. Onze toezichthouders die gaan voortdurend op pad. Die houden het ook in de weekenden en in de avonden in de gaten. En tot nu toe valt me dat niks tegen. We moeten voorlopig nog zoveel mogelijk even vanuit huis werken. Hoe bevalt u dat persoonlijk? Slecht. Ik vind dat niet plezierig. Ik ben liever hier op het stadhuis. Ik ben liever in Hattem. Maar ik hou me ook aan die regels. Natuurlijk ben ik wel zo nu en dan hier omdat mijn werk dat verplicht en ook toestaat. Maar in zijn algemeenheid ben ik er niet dol op. En ik denk dat ik dat met velen deel. Ik denk dat heel veel mensen graag weer naar de situatie van voor corona terug zouden gaan. Ik in elk geval. Als u meer op gemeentehuis was geweest, dan had u niet zo'n mooi kleurtje gehad. Nou, dat weet ik niet. Ik geniet net zo goed als ieder ander van het mooie weer zo nu en dan. Ik eindig dit interview altijd met de vraag of u de inwoners van Hattem nog iets wilt geven, mee wilt geven. Wat is vandaag uw boodschap? Nou, dat is toch weer hou vol. We zien dat het iets minder negatief lijkt te zijn. We zien dat geleidelijk aan de nagedacht wordt over het verruimen van wat maatregelen. Ik hoop ook echt dat we dat op korte termijn kunnen gaan doen. Dat we dat in Hattem kunnen gaan doen. Dat we dat ook gaan zien. Dat we elkaar weer wat vaker kunnen treffen. Ook in de openbare ruimte. Maar op dit moment kan het nog net niet, hè, op een paar onderdelen na. Hè, op het gebied van sport en jongeren die weer naar school mogen. Maar voor de rest moeten we ons toch nog even aan de regels houden. Dus ik roep echt iedereen op, hou vol en blijf goed voor elkaar zorgen. En zorg dat we in een veilige stad blijven. Meneer Hospes, de regels voor jongeren om te gaan sporten zijn versoepeld. En de gemeente moet daarover afspraken maken met de lokale sportverenigingen. Bent u er al mee begonnen? Ja, dat hebben we al gedaan. Afgelopen vrijdag hebben we de afspraken die we gemaakt hebben bevestigd per mail.
Dat wil zeggen, de kernboodschap is dat jongeren tot 12 jaar gewoon mogen sporten in groepsverband, op sportaccommodaties of op schoolpleinen. En voor jongeren van de leeftijd 13 tot en met 18 geldt dat ze 1,5 meter afstand hebben te bewaren. Mag er dan ook weer overal gesport worden of alleen op de daartoe aangewezen locaties? We hebben afspraken gemaakt over groepsgebonden sporten. Dus sporten die vanuit verenigingsverband worden aangeboden. Iedereen mag natuurlijk gewoon fietsen als hij de huidige regels voor in acht neemt. Maar dit gaat specifiek over groepsgebonden activiteiten. Dus daar hebben we afspraken over gemaakt hoe we dat op een goede manier kunnen laten doorgaan. En is er een verschil tussen buitensport en binnensport? Ja, dat is er zeker. Alleen buitensport is niet toegestaan. Dat wil zeggen, het buitensporten is toegestaan. Binnensportverenigingen mogen hun aanbod wel aanbieden als dat in de buitenlucht kan. Dus als een binnensportvereniging een buitensportaccommodatie of een schoolplein tot zijn beschikking heeft, dan mag je daar gebruik van maken. En de scholen mogen binnenkort de deuren weer openen voor alle leerlingen, zij het beperkt. Hoe gaat het er in Hattem uitzien? Ook goed. Je ziet wel wat verschillen tussen verschillende scholen. En tegelijkertijd zie je vaak dat op maandag en dinsdag en op donderdag en vrijdag standaard les wordt gegeven. Er zijn vaak onderscheid gemaakt in of jaarklassen of dat de klas zelf in twee is opgesplitst. En op woensdag wordt er vaak toch thuis gewerkt en wordt er op afstand les gegeven. De scholen hebben daar verschillende invullingen aan gegeven, maar dat is wel het brede beeld wat je ziet. En daarnaast zijn er gewoon afspraken gemaakt over hoe het gaat met halen en brengen van kinderen en dat soort dingen eromheen. En hoe worden de ouders, hoe krijgen die kennis? Die krijgen ze via de scholen. Dus de scholen staan zelf in contact met. En wij als gemeente zijn aangehaakt, worden geïnformeerd door de scholen over de manier waarop ze dat willen doen. En hebben daar weliswaar mee ingestemd of aanmerkingen op gemaakt. Maar dat gaat in goed overleg. En waar de school in Hattem die nog niet open wilde gaan, hoe zit het in Hattem? Die discussie ken ik in Hattem niet. Er is gewoon een hele duidelijke richtlijn vanuit het landelijke aangegeven. 11 mei, na de meivakantie, dan gaan de scholen gewoon weer open. En daar zit dus die bandbreedte in, hè, dat ze dus wel moesten kijken hoe ze dat gingen gaan doen. Maar landelijk is afgesproken, na de meivakantie gaan we weer beginnen met onderwijs. In het basisonderwijs. En zijn de ouders nu verplicht om de kinderen weer naar school te sturen? Als de scholen open zijn, is ook de leerplicht weer van toepassing. En dat betekent dat we inderdaad gewoon ons best willen doen om te zorgen dat kinderen onderwijs volgen. Want dat is waar het om gaat. Tegelijkertijd zijn er nog steeds situaties als het gaat over het protocol dat als er iemand in een gezin ziek is en koorts heeft en verkouden is, dat het hele gezin thuis blijft. Dat geldt vervolgens ook voor het kind. Tegelijkertijd kan ik me ook nog wel eens voorstellen dat ouders zich zorgen maken over de situatie. En dan gaan we graag heel goed in overleg met ouders. Maar in de basis, ja, de leerplicht is van toepassing. Dus kinderen worden gewoon geacht om naar school te gaan. Op het moment dat de school ze oproept daarvoor. Ik ben heel blij dat we deze verruiming voor het sporten kunnen toepassen. En ik wil iedereen ook blijven oproepen om je te houden aan de regels die blijven gelden. Want alleen als we dat doen, dan kunnen we het virus indammen en kunnen we ook zorgen dat we naar die verruiming toe gaan. Want het zou ongelooflijk vervelend zijn als we dat moeten terugdraaien. Dus hou je aan de regels. Ten aanzien van het onderwijs, complimenten voor al het werk wat je in de afgelopen periode hebben gedaan. Het is echt niet gemakkelijk geweest om op deze korte termijn zo invulling te geven aan thuisonderwijs. En ik zie dat het over het algemeen ontzettend goed is verlopen. Dat kinderen goed in beeld zijn gebleven. Dus ik heb daar heel veel waardering en respect voor. En ik ben ook heel blij dat kinderen zometeen gewoon weer naar school kunnen gaan. Dat is een eerste stap wat mij betreft richting de meer normale situatie zoals we die kennen. Dat geeft rust, dat geeft weer vertrouwen. En ik hoop ook dat we zo snel mogelijk aan nog een volgende stap kunnen gaan. Maar voor nu, dank. Heel veel succes zometeen als de scholen weer gaan beginnen. En ik hoop op een hele goede inpassing. Blijf gezond, hou je aan de regels. Maar geniet dat het een klein beetje soepeler kan.